Bastiaan, we staan weer bij de Coolbox op de camping. Ja, de camping vakantiedorp Diertberg zijn we te gast vandaag. En, maar maak snel die Coolbox op, ik wil weten wat we gaan maken. Hij beweegt al van enthousiasme. Wat zit erin? Wat vinden we hier? Ik zet eens even kijken. Ja, twee mooie stukken vlees. Wat is het? Wat hebben we? We hebben twee varkenshaasjes waar we mee aan de slag gaan. Heerlijk. Ja toch, mooi product. Goed verkrijgbaar. En daar kunnen we heerlijke dingen mee maken. Wat kunnen we daarmee maken? Een shashlik. En niet zomaar een shashlik, maar een geweldig lekkere shashlik. En hoe? Gaan we nu naar kijken. Ja, de shashlik. Daar gaan we mee aan de slag. Ik denk wel een golden oldie. Ik bedoel, wie kent hem niet en wie heeft hem vroeger ook niet gemaakt. Maar wij geven er toch weer even een lekkere touch aan. We geven een Italiaanse touch aan. Hoe gaan we dat doen? Dat gaan we hiermee doen. Ik heb hier een bakje met Italiaanse kruiden, gedroogde Italiaanse kruiden melange mix. Die je ook bij de supermarkt kan halen. Knoflookpoeder en wat zwarte peper. Heb je geen knoflookpoeder, kan je ook gewoon een regulier knoflookje even fijn snijden en erin. Dit werkt ook. Dan Ziploc. Ziploc zakje om dat te gaan marineren. Handig hè? Ja, ik vind dat echt geweldig. Dan ga je op de camping, ga je weg. Neem even een doos van je Ziplocs mee. Super! Ik heb er voor de rest geen aandelen in, maar ik zit gewoon mooi terug. Ja. Het functioneert. Hoppakee, op door naar het vlees. En het vlees gaat allemaal nu in een Ziploc? Ja. Of gaan we het eerst nog prepareren? Nee, we gaan het eerst even snijden. Hè, want we gaan een shashlik maken. Dus dat is een spiesje met wat stukjes vlees. Dan doen we dat even hier. Zo, we gaan even kijken wat zullen we doen. Kijk, we kunnen wel medaillonnetjes snijden. Zullen we dat nou doen? Kijk, we snijden een medaillonnetje. Dan prikken we die straks zeg maar, op die manier zo op dat stokje. Ik denk dat dat wel mooi gaat werken. Mooie medaillonnetjes. Kijk, mooi hè? Top. Ik heb eigenlijk nu, ik zie dit nu al liggen. Ik heb nu alweer zin erin. Lekker man. Zo meteen lekker grillen. Gemarineerd vlees, veel smaakjes. We hebben dit gesneden. Ik ben ondertussen bezig met een uitje. Eén keer door het midden. Zit je, waarom denkt hij nou? Nou, wat ik eigenlijk wil, is die uien komen er tussen te zitten. Dus dan spies ik dit zo op dat spiesje en dan komt hier een uitje tegenaan. Dus als ik denk ik zo doe. Oh ja, dan kan die zo. Kan die zo doen. Ja. Mooi gesneden. Kijk, top toch allemaal van dit soort dingetjes. Nou, dat doen we er ook bij. Bij de gesneden varkenshaas. Want dat geeft ook wel smaak tijdens het marineren. Dus dat doen we er ook. Hoppakee, lekker erin. Op die manier. Het was een beetje woestelig. Die dan. Hadden we hier die melange met die kruidenmengsel met die Italiaanse kruiden, peper en knoflook. Dan, niet onbelangrijk, zout. Op die manier, olie. Komt ie. Hoppakee, ongeveer twee. Olijfolie? Nee hoor, gewoon reguliere olie. Kijk maar wat je hebt. Olijfolie, ja, kan. Geeft wel misschien weer die. Ik vind hem wel lekker. Smaak eraan. Dus dat kan je even. Of pittige olijfolie bijvoorbeeld. Pittige olijfolie. Waar al pepers doorheen zitten en zo. Ja. Kijk, nou ja. Dan is het eigenlijk het favoriete zakje erbij. Even de opening wat groter maken. En dan. Kan het er zo in? Deel het erover. Dan eens even masseren. En dan zeker een uurtje of vier. Even wegzetten. Dus. Hier eruit, kijk eens. Leuk is dat, hè? Allemaal lekker gemarineerd, al smaak gekregen. En easy peasy. Weinig werk, maar wel een leuk resultaat. En nu ga je natuurlijk prikken. Ja. Kijk. Dit is het. Dat is toch wel lekker zo, als je dit al ziet. Als je dit al ziet, ik dan. En ik denk jullie ook wel, denk ik. Dat is best lekker. Dan denk ik, ga maar snel prikken. Ja, dat bedoel ik. Dus daar gaan we. Een medaillonnetje nummer 1. En ik heb een beetje vierkante stokjes. Het voordeel is dat als je daar vlees op prikt en je moet draaien, dan blijft het op zijn plek. Soms heb je ook wel, als je ronde stokjes hebt, van die teepprikjes, die draait dan. Draait je stukje vlees niet mee, dan blijft dat gekilde kantje altijd daar een beetje krooien. En dat heb je nu niet. Dus mocht je ze zien. En hebben ze ook in water gelegd? Of hoeft dat nee, niet? Nee, ik heb dat niet. Ja, nee, kan wel. Het kan scheelt, wel, maar. Het scheelt in het begin een beetje bij de eerste verbranding, zeg maar. Maar ja. Nou, maar zoals je ziet, zoals ik het doe, hè, dus het is een medaillonnetje, een uitje, medaillonnetje en dan weer een uitje.
Bastiaan, dat ziet er heerlijk uit. Mooi, hè? Dat zijn dus echte lekkere chasseliks. Nou, de barbecue heb ik aan. Zo, daar gaan we. Er zit al wat olie op, hè? En dan ga ik hem hier neerleggen, dan draai ik hem zo. En die daar. En dan laten we lekker pruttelen. En dan hebben we straks heerlijk chasseliks. Bastiaan, ik ruik dat hij klaar is. Ja, mooi hè. Kijk, het ziet er echt top uit. Dus gaan we even kijken waar we zitten. 62, 64, dat is perfect. Hoeveel wil je hem hebben? Ja, 65 vind ik mooi, 66. Dus hij kan eraf. En dan heb ik hier gewoon nog maanbrood. Die gaan we heel even kort opwarmen. Dus deze halen we eraf. Dan kunnen die even rusten. En dan lekker zo die broodjes erop. Dat is even warm worden, een beetje zacht en lekker. En dan kunnen deze richting tafel. Bastiaan, het ziet er super mooi uit. Deze even lekker warm. Dat is lekker. Dan leg gewoon die spiesjes op dat brood. Er zit dat sap in die spiesjes. Dat lekt over dat brood, dat geeft de smaak aan. Dat gaan we zo lekker opleggen. Die van die rak is daar. Volgens mij zijn jouw vrouw en kinderen altijd heel erg blij als jullie gaan kamperen. Ja, super. Ja, ja, nou ja, goed. Lekker weg is altijd fijn natuurlijk. Maar lekkere eten erbij, dat geeft ook altijd wel wat extra jeu aan het geven. Maar wel heel rijkelijk dit. En dan heb ik hier wat peterselie. Nou, kijk eens het hoe lekker. Het voordeel van de wind. Het wordt dan netjes. Ja, het wordt, ja. Yes, dus dit is een lekker, die mooie chasseliks met de Italiaanse kruiden. Even lekker gemarineerd in de marinade. Kort op de grill, kerntje 65, naambrood eronder, is opgewarmd. Nou, maar kijk, een rijkelijk bordje, midden op tafel, lekker wat drinken erbij. Puur genieten. En ja, veel mooier wordt het niet. Tot de volgende. Wil je wat meer weten natuurlijk over de barbecue op campingcast.nl vind je alle informatie. Wil je weten wat je volgende week kan gaan bereiden op de camping? Blijf even kijken, abonneer je, belletje en dat soort dingetjes. Dan zijn we volgende week weer terug met een heerlijk recept.